Goedemorgen! Daar staat natuurlijk een beetje naar de verhaal. We zijn allemaal een beetje moe, mijn neus is gestopt gelukkig. We zijn op weg naar het tweede verdiep, wat minder lekker was. Dus ik hoop dat het vandaag wel lekker is. En dan moeten we naar de stageschool met de metro, 40 minuten. Dan nog een kwartier in de auto die ons gaat ophalen. En dan pas zijn we op onze school. Het is allemaal in dezelfde stad, hè? Het is niet lekker genoeg. We staan in het metrostation en er is geen kat. Wel, een paar mensen. Maar geen kat. En zijn we weg naar ons stage? Dat heb ik al gezegd. We zijn onderweg naar ons stage. En sweet is 40 uur. Tickets for six persons to Rooms Square. Ze zijn allemaal aan het lopen en Hinter ook. Eigenlijk gewoon heel de school is aan het lopen, denk ik, op het moment. Het is goed dat ik niet mee moet doen, hè. We hebben weer thee gekregen, maar nu moest het zelf maken, dus het was lichte paniek. Bij mij zitten er croissantjes in. Dat zijn croissantjes. En van die groene blaadjes en dan moest zakken en dan een stukje. Hoe was 3? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 en 10 is een 1 min nulletje. Doe ik er een nulletje? Yay! 1, 2, stand here, stand with me. And then do some actions, no speaking. And then you guys need to guess. What he want to do in the future, the job. Are you clear? Yes. Okay, any volunteers? Driver. Okay, yes. Driver. Okay. Writer? Okay, writer is writing. Okay, from China. Thank you very much. Thank you very much. Welcome to China. Welcome. Thank you. Shishi. Yeah. Okay. What do you want to be when you grow up? I want to be a basketball player. Hello, it's a computer programmer here. This picture. I want to be a computer programmer. How are you going to do that? I'm going to study computer science. Time for lunch. Het ruikt wel heel speciaal. Het is vis en ei. Hier is ons lepeltje. Voilà, vis. We gaan nu afspreken. We gaan nu voor die verschillende kindjes zien die speeches moeten schrijven of hebben geschreven. En dat weet je, als eigenlijk geen tekst te bespreken, maar wat anders. Ik heb nu een foto genomen, dat is voor mij echt moeilijk om. Ja, maar stil. Ze hebben een soort van dakterrasje. Met een mooi prieeltje. Ja. En flesje. En oh, zo mooi. Klaar? Oké. Ja? We hebben net gehoord hoe we groene thee moeten maken. Ik weet niet of we dat zelf gaan doen, maar een verrassing. En het is ook belangrijk dat de thee van dit jaar is en niet van vorig jaar, want anders is het vers. Oh nee. Zeker wij als gasten zouden dat zeker niet mogen krijgen. Wat nog? Ja, van dat draaien. Je moet handschoenen aandoen en dan die blaadjes moet je zo beweging maken. Dat draait zodat het water weggaat en dat je aankomt dat ze de blaadjes hebt die harder zijn geworden. Zodat je dat makkelijker kunt stockeren. En dan heb je gedroogde thee dus. Ja, uiteraard. We zitten nu bij de theeceremonie en dat is een deel van het boekenwerk. De kinderen van verschillende klassen moeten kiezen eigenlijk welke van dat ze gaan doen. Ofwel kiezen ze voor thee, ofwel Chinese poems, ofwel art class, of making stamps, of drama. En traditionele Chinese muziek.
is er nog iets? Popsongs. Popsongs. Reba. En dans. Dus. Een badminton. Een pingpong. Deeltje van een les drama gezien, waarbij dat ze moesten nadenken wat ze allemaal konden doen in een stukje drama. De meeste gingen dood. En eigenlijk wisten ze wel veel voorbeelden, zoals hun lichaam branden en dromen die juist uitkomen. Op het einde moesten ze dan herhalen wat ze vorige week hadden gezien. Maar we hadden wel veel, dus dat is heel erg. En hierna gaan we naar les over stempels maken. Dus gaan we zelf stempels maken. Dus dat is toch wel spannend. Bij de stempels beland. Dat is een beetje那么这个就需要你慢慢慢慢的去。
Exagereerd, dat was mengeling Frans en Engels, olé. En ja, nu is het wegwandelen, hè. Ik moest weer super dringend pipi doen. Ik kan dat echt niet aan doen, hè. En voilà, wat gaan we nog doen vanavond? Aan de lessen werken. En eten. En eten. En vroeg gaan slapen. Probeer. En om 7:15 opstaan. Poging nummer 12. En ah ja, filmpje monteren. Nooit. Douchen. Ga misschien mijn haar oppassen. Ik heb wel geen shampoo, maar ik mag die van Juliette gebruiken. Dat is wel vriendelijk, hè? Je mag hem meenemen. En van Nappie ook. Mijn is van de Lush. Van Kathleen ook. Allee, mijn haar gaat er proper uitzien. Voilà. We hebben net gegeten in de KFC, once again. Het was wel lekker. Het was wel... Oh, ik ga proberen dat ik het te eten. En dan zijn we langs gegaan bij een winkel om te zoeken naar kleren. Maar ofwel zijn ze te duur, ofwel zijn ze te lelijk. Ofwel hebben we geen zin om te kopen, blijkbaar. En dan gaan we nu terug een flesje water kopen. Gaan we morgen nog niet ontbijten buiten het huis of in het huis? Bij de snoedels. Nee, binnen. Oh, maar ik kan niet naar binnen. Haar buik doet pijn. En dan moeten we dus nog fruit kopen. Of iets. Als de bakker nog open is. Ik weet niet of dat dan nu nog open is eigenlijk. Kunnen we nog iets kopen daar. En dan kunnen we ook iets later opstaan. Hey, hoe laat is het eigenlijk al? Nu? Ja? Ik hoop op 7:00. Oké, 7:00. Het is wel echt al donker, hè? Voor de schattie. Het is al donker.